Een nieuw soort drugs met de naam krok is opgedoken bij de Nederlands-Duitse grens. Tot nu toe was de drug alleen nog gesignaleerd in Rusland. Krok is een soort doe-het-zelf-heroïne en heeft zijn naam te danken aan de bijwerkingen van het spul. De huid van een krokspuiter rot binnen een paar maanden weg tot op het bot. En dat ziet eruit alsof je bent aangevallen door een krokodil. Wie deze beelden van de Russische tv al heftig vindt, op internet circuleren nog gruwelijkere beelden van krokjunks. Maar bij rotte wonden kan iedereen zich wel iets voorstellen. Nederlandse gebruikers die zijn nog niet bekend. Alleen werden we deze week opnieuw opgeschrikt door het bericht dat het in het Roergebied opgedoken is. Daar zijn 4 mensen die zijn onwel geworden na het gebruik van krokodil. En dat heeft ons erg verbaasd, omdat het een middel is dat in Nederland of in Duitsland niet gangbaar is. Het spuiten in Nederland bijvoorbeeld is absoluut niet populair. Duitsland heeft een relatieve goede kwaliteit van heroïne. En dat het dus daar ineens opduikt was voor ons een grote verrassing. Vermoed wordt dat de Russische maffia het goedje in Duitsland als echte heroïne heeft verkocht. Tot nu toe werd het alleen in Siberië gespoten, bij gebrek aan beter. Heroïne is een van de grootste problemen in Rusland. En wanneer de drugs niet voorhanden is, dan maken de gebruikers het zelf. 4 euro heb je nodig. Je krijgt deze pijnstillers. Even koken, mixen. Je hebt krokodil. Codeïnetabletjes, luciferkopjes, jodium en wat benzine. En voilà, nep heroïne. Wanneer je het injecteert, ontstaat er binnen 2 maanden enorme zweren op je lichaam. En binnen 2 jaar zijn de meeste gebruikers dood. In Rusland loopt het krokprobleem inmiddels enorm uit de hand. Trim Bos verwacht nog geen run van Nederlanders naar de apotheek om het zelf te maken. We verwachten dat geen enkele voet aan de grond gaat krijgen, omdat het middel zo bizarre effecten heeft. Zo negatief al in het nieuws gebracht is. En dat in combinatie met ons goede drugsbeleid en de preventie en de zorg. Mensen weten wel wat ze wel en niet moeten nemen. En zo'n middel als krokodil, dat zal slechts een enkeling ooit eens gebruiken. Dan waarschijnlijk maar 1 keer. Toch zijn Nederlandse toxicologen goed voorbereid mocht het ook hier als heroïne verkocht worden. Maar waarom het lijf zo snel wegrot, is ook voor hen nog steeds een raadsel.